Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken een vegetarisch gerechtje. Risotto van boschampignons met geraste champignons en mosterdsla. We gaan eerst onze kippenfond lichtjes opwarmen. Dan gaan we onze risotto rijst eerst mooi wassen. En spoelen in water, zodanig dat hij niet te veel zal kleven. Dus de shallot gaan we heel fijn snipperen met een fijn scherp klein mesh. Nu gaan we de risotto opzetten. Dus wat gaan we doen? We gaan dan de shallotjes aanstoven. Klein beetje boter. En we gaan de shallotjes mooi lichtjes aanstoven. Niet laten bruin worden, dus niet laten aanbakken, maar gewoon laten zweten. We gaan er de rijst aan toevoegen. De risotto rijst gaan we ook lichtjes aanstoven. Lichtjes kruiden met peper en zout. En je ziet, alles is mooi aan het stoven, maar is eigenlijk niet aan het aanbakken. We gaan er wat takjes verse tijm aan toevoegen. En nu gaan we de rijst juist onderzetten. De kippenfond gaan we zachtjes laten koken. Wat we gaan doen is eigenlijk de champignons stukjes gaan trekken. Dus eigenlijk, dat mag een mooie grove stukjes zijn. De rijst is eigenlijk nog niet beethard, dus wat gaan we doen? We gaan nu het proces nog eens herhalen. Dus terug onderzetten. Nu gaan we onze boschampignons gaan aanstoven. Dus ik heb hier wat lookolie. 1 teentje look, 300 gram maïsolie gemixt. Nu gaan we de champignons mooi aanbakken in lookolie. De champignons die zijn nu mooi aangebakken. Dan gaan we een klein beetje boter of toevoegen in onze pan. Nu gaan we de risotto mooi afwerken. Verse boter. Parmezaan eraan toevoegen. Een beetje afkruiden met peper. Zout. Dat die mooi smeuig is. Voilà, de risotto die is mooi smeuig. Nu gaan we mooi de risotto op bord dresseren. Dus eigenlijk 2 mooie kannelis. We gaan er wat champignons op leggen. We gaan de risotto afwerken met verse schaafde champignon Paris. Dat gaat nog een extra smaak geven aan de risotto. Dus dit sla. Die gaan we maken met wat olijfolie en wat citroensap. Dat gaat ook een beetje een fraîcheur geven aan het gerechtje, aan de risotto. Voilà. Risotto van boschampignons met wat mosterdsalade. Dat is eigenlijk een perfect vegetarisch gerechtje. Maar dat kan je bijvoorbeeld ook eigenlijk gebruiken als side dish, als garnituur bij een wild gerecht. First Class, smakelijk. De receptjes die staan op firstclass.tv.